Goh, Mart, wat een wedstrijd, wat een vechtersmentaliteit zat hierin, zeg. Ja, dat denk ik ook. De trainer heeft ook net gezegd in de kleedkamer, we hebben gevochten voor elke meter. En volgens mij van begin tot het eind. En gelukkig krijg je dan ook een keer de 3 punten mee, dus dat is lekker. En nu vanaf de eerste minuut? Ja, dat is... Dat nemen we ons elke week voor. En jammer genoeg lukte dat niet elke week. Maar vandaag is het wel gelukt. En een goed gevoel aan overgehouden deze wedstrijd. Maar jij ook weer in de basis, bedoel ik. En je hebt laten zien waarom je in de basis kan staan in ieder geval. dankjewel. Ik probeer dat elke week te laten zien. En nu mocht ik weer spelen. Dat is wat je het liefste doet. Veel afvallende ballen had je? Ja, voetballend was het wat lastig om... Om echt via een opbouw of via de verdediging naar middenveld naar de aanval te spelen. Dus dan moet je iets langer, moet je iets sneller lang spelen. En ik denk dat we daar redelijk goed mee om zijn gegaan. Ferry was echt heel sterk vandaag. Die kon je op elke manier aanspelen. Buitenspelen staat er goed bij. En ik denk wij als middenveld ook goed. Ja, is dat jouw spel dan? Want je zit heel vaak op de afvallende bal en dan afpakken, inleveren. Hoe lekker is het dan dat je zo'n Jordi Bruin ook om je heen hebt lopen? Ja. Nou ja, je hebt ze allemaal nodig, maar inderdaad, Jordi, die weet wel wat hij moet doen met een bal. Dus dat is wel, dat is wel lekker. En wat ik zeg, we hebben realistisch gespeeld, denk ik ook. We hebben niet problemen op onszelf afgeroepen, wat we misschien wel eens hebben gedaan door iets naïef op te bouwen. Of met het idee van we moeten opbouwen en het dan ook te doen. En dat hebben we vandaag eigenlijk, denk ik, vrij volwassen opgelost. Door gewoon dan maar vanuit de tweede bal te gaan voetballen. En die probeerden... ik en Leroy en Jordi dan op te vangen en vanaf daar door te voetballen. En dat lukte bij vragen wel redelijk. Alleen dan win je gelukkig. Maar het is gewoon een goed gevoel. Ja. En dik verdiend, denk ik. En wat jullie ook goed deden, vond ik, is niet met z'n allen juist mee terugverdedigen. Of wel mee terugverdedigen met z'n allen, maar niet verdedigend gaan spelen. Want dan roep je het vaak over jezelf af. En dat deed NEC helemaal niet. Pardon. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat aanval is soms best de verdediging. En ook dan wel druk vooruitzetten, dan wel het goed uitspelen. Ik denk dat we dat laatste misschien nog wel iets beter hadden kunnen doen. Maar we hadden wel counters waarin we constant gevaarlijk werden. En dat kon gewoon dat we met z'n allen terugverdedigen. En dan heb je de posities bezet. Dus elke afvallende bal die je wint, die kun je bij je medespeler inleveren. En dan kom je weer naar voren toe. En wat je zegt, problemen over onszelf afgeroepen, dat hebben we niet. En ik denk... Dat vanuit de verdediging naar de middenvelders is gecoacht om vooruit te blijven en in de zone te blijven. En wij proberen dat vanuit het middenveld naar de spitsen toe. En ik denk dat we dat met z'n allen volwassen en goed gedaan hebben. Tot slot, en nu weer voorzichtig naar boven kijken? Volgende week op naar de overwinning en dan zien we wel weer verder. Is goed. Hey, hartstikke bedankt. Fijn weekend. Dankjewel. Jack, gefeliciteerd. Ik zei net tegen Mart Dijkscha, wat een vechtersmentaliteit hebben jullie vandaag getoond. Ja, 100% mee eens. Ik denk dat we hebben gezegd, we beginnen goed aan die wedstrijd. Hè. We willen af van het gezeik dat we daar niet goed aan beginnen natuurlijk. En dat is zowel de eerste helft als de tweede helft gelukt. De eerste helft scoorden we snel. Ik denk dat we misschien wat kansjes krijgen om 2-0 te maken. Voornamelijk drive natuurlijk in de eerste helft. Maar ook in de tweede helft, die maak je niet. Dan wordt het eventjes dat rode wat beter in de wedstrijd komt. En uiteindelijk, door wat je zegt, de mouw op de stroop, de punten uit het vuur gesleept. Van den Berg, belangrijk achterin met zijn coachingservaring ook? Nou ja, daar hadden we deze week voor gekozen om Joey linie naar achteren te halen. Om wat meer rust en wat leiding aan de achterhoede te geven. Tegelijkertijd op het middenveld met Leroy, met Jordi en met Mart wat loopvermogen te krijgen. En daardoor schoof Jozef naar de linksbackpositie. En dat pakte volgens mij wel aardig uit. Ja, heel goed zelfs, want dankzij Van den Berg ook, vond ik, bleven jullie ver bij jullie eigen 16 vandaan. Ja, dat is een van de dingen die je verlangt van hem. Hè. De ploeg op sleeptouw nemen, coachen en aanvoelen in de wedstrijd wat er nodig is. En soms moet je pas op de plaats maken. In sommige fases moet je ook gewoon druk op de bal houden of vooruit verdedigen. En dat hebben we prima gedaan. Wie kreeg van jullie nou die gele kaart in de dugout? Ik kreeg toch een wissel, een dugout? Ja, ik heb dat niet gezien, dus ik moet kijken wie dat was. Ik heb er ook één gehad, dus. Ja, ik zag het. Ja, over de leiding gaan we het maar niet hebben, want dat vond ik vrij wisselvallig. Dacht je vlak voor tijd nog te gaan we weer, toen Brandhorst die bal nog pakte?
Ja, weet je, het kan altijd. Hij kan altijd verkeerd vallen. We hebben een fase gehad waarin deze bal verkeerd viel, inderdaad. En ik heb wel sterk het gevoel dat we die fase voorbij zijn. En dat we de punten halen die we nodig hebben nu. En die drie punten vandaag waren noodzakelijk, gewoon wederom. En dan doe je daar goede zaken mee. En je ziet ook dat NEC super fit is. Hè? Weer vlak voor tijd. Die sprintjes die je middenvelders maken, dat moet ook fijn zijn om te zien, denk ik. Ja, nee, absoluut. Er zit groei in het elftal. En een en ander heeft ook altijd te maken met hoe sta je erop en hoe zit je mentaal in elkaar. En daar hebben we gewoon een goede stap in gemaakt. En nu weer naar boven kijken. Ja, maar goed, wel scherp blijven, hè, want uiteindelijk hebben we nog niks. We hebben drie punten toegevoegd. De uitslagen zijn vandaag volgens mij wel gunstig. De ene week kan het gunstig zijn, de andere week kan het ongunstig zijn. Dus ja, je moet scherp blijven en die marge klein houden. En er is gewoon een hele grote, middenmoot die speelt voor positie 6 tot 14, 15 misschien wel. Hey, geniet ervan. Dankjewel, hè. Dankjewel.